weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Madelon Vos en in deze video analyseren we Bitcoin met hulp van technische analyse. En dat is wel even nodig, want het is een behoorlijk bloedbad. Ik heb hier de coin market cap weer voor me, zoals gewoonlijk. En niet omdat de market cap zo interessant is, maar puur omdat we even eens gaan kijken naar wat er de afgelopen 24 uur gebeurde met Bitcoin en de altcoins. En wat we hier zien is dat de koers van Bitcoin fors gedaald is en dat de koers van de altcoins nog harder daalde. De enige altcoin die niet zo hard daalde was XRP en Stellar. En voor de rest dalen ze eigenlijk allemaal harder. En ik heb net geprobeerd om naar Bitcoin te switchen, maar dat is even een bug waarschijnlijk in CoinMarketCap. Dus het gaat allemaal niet zo voor de wind. Ik pak ook even het overzicht erbij van alle cryptocurrencies, althans alle. De top 18 in ieder geval. Maar dan kun je even het verschil zien van de afgelopen 7 dagen. De afgelopen 24 uur. En de afgelopen uur. Het afgelopen uur. En dan zien we toch wel dat het eigenlijk allemaal rood is. Op Tezos na. Tezos. Het gaat niet zo goed met de markt. We zien heel duidelijk een daling van Bitcoin van 3%, 3,8% afgelopen uur. En bijna 6% afgelopen 24 uur. En de altcoins doen het... Nu het afgelopen uur bijna allemaal net zo slecht of iets minder slecht als Bitcoin. Maar voor de afgelopen 24 uur doen ze het weer allemaal slechter. De afgelopen 7 dagen doen ze het ook bijna allemaal slechter. Dus de alts die zijn nu weer ietsje aan het opveren. Terwijl Bitcoin eigenlijk nog achterblijft. Laten we het daarop houden. Dus laten we snel even naar de... Zo, hiervoor heb ik de grafiek van Bitcoin. En mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, ik zal heel even snel uitleggen wat je hier ziet. Dit is de grafiek van Bitcoin op de exchange Bitstamp. Ik gebruik Heiken Ashi candles, puur omdat Heiken Ashi betere waves aangeeft. Daarnaast een fijnere RSI. Ik gebruik dit nu een jaar of 5. En nou ja, het geeft gewoon een stuk betere resultaten. En mocht je hier meer over willen weten, check dan eventjes de cursus over technische analyse, die overigens geheel gratis is, die hieronder in de bio staat, of in mijn, hoe noem ik dat, boekje hieronder, onder de video. En wat je hier heel duidelijk ziet, is dat we uit deze driehoek gebroken zijn. We hadden eerst een descending triangle, brak neerwaarts uit, dat gebeurt ook vaak bij een descending triangle. Daarna hadden we een ascending triangle, die breekt vaak opwaarts uit, gebeurde ook. Toen kwamen we in een opwaartse trend terecht, en eigenlijk is dat heel snel gegaan. Vanaf ongeveer april tot aan eind juni hebben we een opwaartse trend gehad. Dus in bijna 3 maanden tijd steeg de koers van 4.000 naar maar liefst $13.000. Zelfs hoger, bijna $14.000. Dus bijna 3,5 keer zo hoog is de koers gestegen in slechts 3 maanden tijd. Dus 1 keer over de kop per maand. Wat natuurlijk insane is. En daarna ging de koers een stuk langzamer aan weer terug naar beneden. Dus de koers kwam in een neerwaartse trend terecht. Brak opwaarts uit. Had te laag volume de tweede dag. En viel daarna weer terug het trendkanaal in. En wat we hier dus heel duidelijk zien, en wat is wel heel grappig. Ik heb toevallig gisteren een video opgenomen op mijn Engelse kanaal. Dat heet Digital Economy. Mocht je daar nou meer over willen weten, typ het dan eventjes in boven in de zoekbalk. Digital Economy. Ik zal hieronder trouwens ook even een link zetten. Dat is wel zo handig. En daar heb ik een technische analyse video geüpload. Wel in het Engels. Maar dat maakt het niet minder interessant. En daar vertelde ik dat er een hele grote kans was dat we terug zouden gaan naar 7500. Maar dat het zo snel zou plaatsvinden had ik ook weer niet verwacht. Ik zal je even laten zien waarom dat mijn verwachting was. We zien hier namelijk een dubbele bodem, of althans een aanstampmanier. Een manier om de bodem aan te stampen op dit punt. En ik had verwacht dat we dat hier ook zouden gaan zien. En wat ik je nog wel even duidelijk uit wil leggen is... Technische analyse is geen exacte wetenschap. Dus dat houdt in dat als een koers opwaarts of neerwaarts uitbreekt, dat we dat niet kunnen voorspellen. Met technische analyse gebruik je de basis, als in de basis gebruik je wiskunde. En op basis van die wiskunde ga je zeggen, of ga je kans berekenen. Ga je zeggen, de kans is zo groot dat... Dus, hier voor ons zien we een patroon en dit noemt men een falling wedge. En doorgaans is het zo dat een falling wedge opwaarts uitbreekt. We zien hier een mooie opwaartse beweging. Dan vindt er vaak een falling wedge plaats en ja, breekt de koers opwaarts uit. En
Zo'n falling wedge wordt ook wel een continuation pattern genoemd. En Bukowski heeft ontzettend lang studie gedaan naar patronen. Dus die heeft patronen geanalyseerd en op basis daarvan is hij gaan kijken, wat gebeurt er op het moment dat zo'n patroon plaatsvindt en wat doet de koers daarna? Dus door middel van de patronen die in de geschiedenis plaatsgevonden hebben, kun je met een soort van zekerheid zeggen dat de koers opwaarts of neerwaarts uitbreekt. En bij een falling wedge is dat 68%. Dus in 68% van de gevallen breekt de koers opwaarts uit. En daar zijn dan een aantal regels aan verbonden. Zo moet de koers bijvoorbeeld op hoog volume uitbreken. En zo zijn er nog tal van andere dingen waardoor je ervoor kan zorgen dat je je kansen groter maakt. Dus bijvoorbeeld een RSI die boven of onder een bepaald punt moet zitten. Maar daar kun je allerlei dingen aan koppelen. En op dit moment is het zo dat wij een falling wedge zien waar de koers dus uitgebroken was, opwaarts. Waar de koers dus opwaarts uitgebroken was, maar het tweede blokje had heel laag volume. Dus het volume bleef achter en de top, dus de high, werd niet hoger. Nou, het was dus een fake-out. Dus de koers kwam terug in een trendkanaal die hier parallel aan liep. Daarna werden de candles heel klein en dat betekent eigenlijk dat de markt ontzettend zwak is. En dat zie je hier ook. Hier was de markt ook heel zwak. En toevallig vertelde ik gisteren dat de grootste whale op BitMEX zowel long als short zat. En ik gaf al aan, er is een hele grote kans. De markt is niet sterk, maar het zou zomaar kunnen dat we hier uitvallen. En ik ga je even laten zien op de 4 uur grafiek wat er nou precies gebeurd is. Dit was een trendkanaaltje wat ik gisteren al had getekend in de Engelse video. En ik gaf al aan, dit punt, en ik weet even niet meer waar ik mijn andere lijn vandaan had gehaald. Hier was een punt waarbij 3 lijnen samenkwamen. En dit was dus een heel sterk punt waar de koers, nou, waarvan een hele grote kans was dat de koers niet opwaarts zou uitbreken. We hadden hier die lijn lopen, deze lijn. En die was zowel weerstand als steun geweest, meerdere malen doorbroken. Dus deze was gewoon niet heel erg sterk. We zagen ook allemaal kleine candles na elkaar. En dat duurt meestal maar een bepaalde periode. Je ziet het hier. Kleine candles duurt 1,5 dag, misschien 2 dagen. Dat je kleine candles zijwaarts ziet gaan. En daarna komt er gewoon een beweging. Kleine candles zijwaarts beweging. Kleine candles zijwaarts beweging. Dus iedere keer als je die candles zijwaarts ziet gaan, komt er weer een beweging. Dus ook hier kwam er een beweging. Een neerwaartse beweging, zo gezegd, zo gedaan. En nu valt de koers, hij is zo diep gezakt als precies 7400. Mijn steunlijn zat op 7450. En voor nu houdt de koers hier eventjes stand. En dan ga ik even kijken in de geschiedenis waar dat is. Nou, dat is weer op een hele rare plek, want de koers zou ongeveer rond de, nou, 7600 of zo zou die moeten blijven hangen. Hij hangt nu 1 hoger. En dat zie je ook hier, waar hier ook reeds steun is geweest. Dit is geen sterk punt. Dat kan ik je wel vertellen. Maar het kan best zijn dat de koers hier weer eventjes zijwaarts gaat. Nog een tikje omlaag maakt. En nu is de vraag, is dit dan de dubbele bodem waar we op hebben gewacht de komende periode? Wordt dit hem? Gaan we vanaf hier verder weer omhoog? En dan is de vraag, gaan we deze kant nog terugtesten? Nou, hier, als je goed kijkt, zie je dat we hier deze steun getest hebben. Dus het zou me, heel eerlijk gezegd, niks verbazen als we voor een kwestie van een half uur of een uur toch nog eventjes deze steun aanstampen. Maar dat zou dus ergens richting 2020, misschien wel in 2020 kunnen zijn. Dus dat zou heel jammer zijn. Voor nu is deze lijn heel sterk. Ik heb hem ook al wekenlang extra dik gedrukt hier staan, omdat het een hele sterke lijn is. Dus ik hoop dat we vanaf hier een bounce maken. Waarschijnlijk gaan we de komende periode nog wel hier naartoe bewegen. Een bounce maken en dan weer opwaarts. Maar ik heb het al eerder gezegd, de afgelopen periode heeft de koers nog nooit zo hoog gestaan. De afgelopen jaren eigenlijk. En is het sentiment nog nooit zo laag geweest. Want ook als we terugkijken naar fractale analyse. En dat betekent dus dat we even terugkijken naar wat er in de geschiedenis plaatsgevonden heeft. Ook hier eerder. Bijvoorbeeld hier zagen we ook zo'n falling wedge die we nu ook weer zien. Hier stond de koers
dus alweer rond de 800, 700, 800 dollar. Dus dat was naar verhouding van 150 heel erg hoog. En toen is was er ook echt ontzettend veel media-aandacht. Maar nu zien we dat echt totaal niet. Als we het volume ook met elkaar vergelijken, dan zien we dat het volume bijna op dezelfde hoogte ligt. Terwijl de prijs 10 keer zo hoog staat. Dus dat betekent dat er 10 keer minder stuks verhandeld worden als toen. En dat is toch wel heel interessant. Ondanks dat er veel meer aandacht geweest is voor Bitcoin, zien we dat nauwelijks terug. En ik vraag me af wanneer we dat terug gaan zien. Of we dat snel terug gaan zien. Ik hoop het natuurlijk van ganse harte. Maar de komende periode blijft het dus behoorlijk rustig. We moeten even kijken of we deze steun aan gaan houden. Ik hoop het. Vanuit hier kunnen we dan weer opwaarts gaan. We kunnen hier ook weer een limit order inleggen op dat punt als we daar vlak boven hangen. En het zou mooi zijn als we hier ergens deze driehoek gaan meepakken en dan opwaarts kunnen. Maar voor nu hebben we dus het punt gehit waar ik het gisteren over had. En ik hou het even in de gaten voor jullie voorlopig. En we hopen dat het bloedbad snel over is. Dus wat ik net al zei, de koers houdt eventjes steun op dat rare puntje. Hier ongeveer. En we zien nu dat hij hem weer een beetje omhoog tikt. Dus het zou niet vreemd zijn als hij ook nog hier rond dit punt 7850 ook blijft hangen. En dan moeten we even kijken wat de komende candle gaat brengen. En dat is de daily. De nieuwe daily candle. Die, even kijken. Dan binnen nu en een poosje. Oh, kijk. We zien het dan hier al heel duidelijk. Hier wordt al de tweede 4 uur candle gevormd. En het zou niet gek zijn als we dus nog een stukje lager gaan. We zien het ook. De low is nu de close op dit moment. Er is net een nieuwe candle gevormd. Dus we moeten even afwachten of die hieronder sluit. Of dat die hierboven sluit. Sluit die hierboven, dan is dit echt duidelijk de steun. Sluit die hieronder, dan zouden we wellicht nog wel ietsje lager kunnen. De panic is wel uit de markt. Dus laten we er rekening mee houden dat de koers rond de 7500 dollar gaat sluiten. En dan is dit de bodem voor nu. En dan gaan we dus afwachten of dit de bodem, of de bodem aangestampt gaat worden. Wat we dus hier ook gezien hebben. Ho, hier. Of dat we nu toch er nog doorheen zakken. En de komende paar dagen, paar weken misschien wel. We gaan hier nog eventjes overheen. Misschien nog een keer aantikken. Die zijn daarvoor heel spannend. Deze weerstandslijn is heel belangrijk. Hier kan ook weer een order, weer een entry worden ingelegd. Dus voor nu is het ontzettend spannend. Het bloedbad is dus niet zo erg als dat het lijkt. Hou eventjes de koers in de gaten. Hou de slotkoers in de gaten. En ik hoop je natuurlijk gauw weer te zien bij een nieuwe video. Die is aanstaande maandag weer. Dan spreek ik je weer bij. Dan praat ik je weer bij over al het nieuws van de afgelopen periode. Wat betreft de RSI nog heel eventjes. Hou het even in de gaten of hier positieve divergentie opgevormd wordt. Net als hier. Want dan kunnen we weer een opwaartse beweging verwachten. Net als hier. Want die zit er wel aan te komen really soon de komende paar dagen. Dus aanstaande maandag zie ik je weer terug bij mijn nieuwe video over het nieuws van de afgelopen week. En natuurlijk ook weer een TA-video. En ik hoop je dan terug te zien. Ik hoop dat je genoten hebt. Vergeet niet je duimpje omhoog te doen. En tot snel.